van Hagen naar Finnentrop met deze prachtige mooie trein waar ze zelfs fietsen in kunnen vervoeren en zo. Ik heb er nog nooit in gereden in deze. Dus dat is weer een hele uitdaging. We gaan de deuren al openen en dan ga ik de instellingen even doen en dan hoop ik zo te kunnen vertrekken. Nou goed, we zijn bezig geweest met de instellingen. Ik zie, even kijken, ik ga die deuren eens even sluiten, eens kijken wat er gezegd wordt. Ik heb de instellingen zo goed mogelijk gedaan, ik heb er nog nooit mee gereden, dus ik weet niet of ik iets vergeten ben. En misschien komen we wel meteen weg met hem, ik heb er geen idee van. Het is niet waar. We komen meteen weg. We hebben toch al heel wat ervaring met, ook al is iedere trein anders, maar heel wat ervaring om weg te komen met een trein. En dat is wel fijn. De ruitenwissers aan, ja. De lampen vooraan. 11 kilometer naar Lebatte. Lebatte of zoiets. Geen idee. Wow jongens, echt waar, want het zijn toch heel wat instellingen. Ik ga hier binnen nog eens even kijken, terwijl we wat snelheid maken, wat er nog meer in te stellen valt. Dat is niet nodig, pantograaf heb ik gedaan. Air compressor. En hier heb je dan nog zo'n instelling, dan kun je die snelheidsmeters weer. Dit heb ik ook gedaan. Wacht even kijken jongens, voor mij is het ook allemaal nieuw hoor. Dat is ook allemaal goed. Ja. Kijk, en hier kun je zelfs van alles instellen, maar dat ga ik toch maar even niet doen. Oh jongens, ik heb hem aan rijden. Ik ben echt verbaasd, verbaasd. Dat me dat zo snel gelukt is hoor. Echt waar. Maar dat is ook eens leuk. Een beetje in de regen rijden. En dan ga ik toch eens kijken. Want dat vind ik altijd een nadeel als je geen speedcontroller hebt. PZB of zo. Maar ik weet niet hoe het werkt hier in die treinen. Beetje bijremmen. Dat systeem ken ik wel. Kijken we erin. Dat is de reverser. Ziet je, hier is die PZB overdrive released. Maar ik weet dus echt niet hoe het werkt. Ik weet het echt niet. Ik durf dan weer niet zomaar aan te zitten, want dan staan we dadelijk weer stil. Het is toch altijd anders. Die ruitenwisser zit hier onder ergens. Allee. We gaan hem eens even in de stille stand zetten als het niet nodig is. Hoe kan het nu tot daar nu 12 kilometer staat? Eens even kijken, dat zou toch naar beneden moeten lopen in plaats van naar boven. Ik zie de kilometers niet minderen. Beetje raar.
Ja, die afstand van de kilometers daar, stop en location Le Batte. Die zie je, ja, nu is hij aan het zakken. 11 kilometer, jawel, jawel, jawel. Dat is goed. Ja, een mooie Duitse trein hoor. En je ziet, ook een machinist mag niet met zijn smartphone spelen onder het rijden, want dan ga je veel te hard. Maar ik moest even een berichtje van mijn vrouw beantwoorden. En dan ben je even niet op het letten. En dan zit je zo over je snelheid. En dat is natuurlijk een voordeel als je speed controller hebt. PZB. Denk ik dat het heet. In deze trein. Maar. Dat heb ik nog niet onder controle. Dus weet ik niet hoe het werkt. Mocht jij het weten. En wil je een stukje uitleg geven. Help ons en zet het in een reactie. Altijd welkom. Interactiviteit. Altijd welkom. Abonneer je op ons kanaal. We hebben heel veel treinen, heel veel routes. En misschien kun je van ons ook een beetje leren. Want wij hebben ook zelf al wat problemen opgelost in de video's. Blijf ons volgen. En we gaan een beetje berg op, 0,4%. En dat betekent eigenlijk wel dat we onze snelheid mooi houden in het geel. Nog 5 kilometer in deze regenachtige Duitse stad. Richting Letmatte of zoiets. En ze opzoeken op Google Maps waar dat is. Kijk eens hoe leuk, kijk eens. Ah, Duitsland is toch ook echt wel leuk hoor. Overweg. Hoe is het met onze ruiten? Wauw, zullen we die wiper nog eens een beetje aanzetten? Op interval. Ja. Ze schuren een beetje, maar dat hoort bij regen, hè.
Je krijgt overal rewards voor als je de eerste keer iets gebruikt in de nieuwe spel, in de nieuwe trein. Ja, die rewards moesten wat opleveren. Korting op andere treinen of zo. Haha! 3 kilometer nog. Gezellig door de regen om 7:30 avonds. Gezellig. Je zit toch lekker droog, dus. Oeh, dat was een beetje te hard geremd. Maar goed, we hebben hem weer onder controle. 2 kilometer nog. Eerste station. Achterhagen, dacht ik. Ah, dat vind ik altijd leuk, dat weet je. Spoorwegen met overwegen. Goed mensen, we gaan ons klaarmaken om zeker op tijd te stoppen. 1,2 kilometer wel nog, dus dat is nog even. Mooi beeld van onze trein. We gaan mooi op tijd zijn. Als we die stilvallen. ...500 meter. Netjes, netjes, netjes. Even kijken of we de camera een beetje gepositioneerd krijgen. Nou, zeg nu zelf. Dit is toch echt mooi gedaan. En dan gaan we even kijken of alles veilig is. Ledmatten, daar zijn we. Onze deuren openen. En daar zien we de mensen uitstappen. Dat is wat we moeten hebben. Hier in Le Matte. Mensen denken, ba, wat een vies weer. Blijf hier maar even staan. Wachtend op de andere trein die hier aankomt waarschijnlijk. Ja, er staan toch heel wat mensen die dadelijk misschien het andere trein, 1 station of zo, terug moeten nemen. Een fijne reis wensen we ze. En wij gaan zo verder in onze trip. En dan gaan we onze deuren weer sluiten en gaan we onze trip verder zetten. Richting Werdoel, 15 kilometer. Even kijken dat we wegkomen. Kijk eens hoe leuk met de overweg.
Jammer dat er geen auto's staan. Dat vind ik altijd leuk als die staan te wachten of aankomen rijden. Op naar het volgende station. Deze regenachtige avond. Industrie, industrie. Ook dat is Duitslands, mensen. Dat is Duitsland. Heel veel industrie. Maar Duitsland is ook mooi, sommige gebieden. Hier in dat Ruhr-Rijngebied hebben we toch te maken. Kijk eens, wat leuk. Hebben we toch te maken met veel industrie. Dat was even leuk gelukt met dat camerashot met de tegenligger. Dat zijn leuke momenten in de trip. En we zitten mooi op snelheid. Dus dat proberen we zo een beetje te houden. Handmatig. En maar een beetje relaxen hier tussen de groen door. Dat ziet er toch al heel wat leuker uit hier. Kijk eens. Tussen het groene, de tunnel in. Ah, dat ziet er toch al leuker uit. We gaan proberen op die snelheid een beetje aan te houden netjes. Kijk eens hoe mooi, mensen. Kijk eens hoe mooi. Ik vind wel dat ik hier eens moet zoeken waar mijn verlichting is van het dashboard. Daar heb ik natuurlijk weer niet aan gedacht. En ik weet het ook eerlijk gezegd niet te vinden. Zoekende. We zijn de tunnel weer uit schijnbaar. Ja. Snelheid oké. Okay. Afstand nog 11 kilometer. Groen licht. En dan kunnen we eens even zoeken waar dat is. Headlights. Dat moet hier toch ergens bij zitten. De lichten. Coachlights. Dat weet ik niet. Gaan ze maar aanzetten. Ik wist wat dat was. Coachlights. Ik heb het geweten, maar ik weet het even niet meer. Even zoeken, jongens. Zoeken, zoeken, zoeken. Waar zit het? Dashboardverlichting. Hier misschien ergens. Pantograph. Train power. Daar zullen we maar vanaf blijven. Vaak zit het ook ergens hierboven, hoor. Ja, ja, hier zit ook nog van alles. Ja. Ik kan het ook 1, 2, 3 niet vinden. Groen licht is er nog. Waar zit het? We blijven zoeken. En natuurlijk hebben we ze gevonden. Hier zit hem naast die gele knoppen. Cap en timetable lights. En dat is voor de binnenverlichting. Kijk eens, mensen. Kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Wat een industrie aan die kant hier, hè. Ah. Zo is Duitsland, hè. Stukken industrie en dan krijg je weer gewoon huizen. Ah, ik vind dat zo leuk om dat te ontdekken. En hier loopt dan water. En dat zal dan zijn Ruhrgebied. Geen idee, moet ik eens opzoeken hoe die heet. Die rivier. Ik heb er heel even geen idee van. Het zal niet de Dodo zijn. Rijn zou eerder kunnen. Het heet niet voor niks. Hoe Rijngebied? Ah, het zal de Rijn zijn, denk ik. Richting Werdoel. En dat zoeken we dan eventjes op Google Maps. En dan weten we dat. Even met snelheid aanpassen. Kijk eens hoe mooi, mensen. Kijk eens hoe mooi. Weer een tunnel. En kijk, nu hebben we ons dashboard toch al wat verlicht.
Ja, die tunnel is niet erg lang, daar zijn we weer zo uit. En dan moeten we nog 6 kilometer tot aan het station Werdol. En dan heb ik het heel even opgezocht. Die rivier heet de Lenne. Dit hier is de Lenne. Dus niks met de Rijn te maken of zo. Nog eens even controleren. Werdol. Ja, ik heb het gevonden hier op Google Maps. De Lenne heet die rivier. Weer wat geleerd. Ondertussen is mijn trein zo goed als stil en vallen. Kijk eens mensen, hoe mooi, ondanks het regenweer. Wat een leuke shots we hier hebben. We hopen dadelijk wel wat te zien door de bomen en de bos. 5 kilometer nog. Ik wil die rivier nog even in beeld hebben. Eens kijken of dat lukt. Ja, voilà. Langs de Lenne dus. Loopt een beetje krom naar beneden. Nou, beneden niet. We hebben geen daling in percentage, maar ziet er heel leuk uit. Kijk eens. Een viertje loopt met ons mee. We gaan dus een beetje vooruit kijken. En we gaan weer een tunnel in. Kleine tunnel. En we zijn de tunnel weer uit. En dan mogen we zeggen, nog een dikke 2,5 kilometer. Rijdend langs de Lenne dus. Dat moeten we proberen te onthouden, vind ik altijd leuk. Was vroeger ook niet goed in aardrijkskunde, maar... Werdol, 2,2 kilometer nog. Nog 1 kilometer over de Lenne hier, over de brug. Superleuk gebied om rond te rijden. Ja, dan gaan we ons klaarmaken om te stoppen. 400 meter. Ah, wat trek ik hem nu weer zo ver door in die emergency? Dat is niet nodig. En dan krijg je hem niet meer doorlopend. Als je in die emergency bent geweest, jawel, toch wel. Lukt toch nog. Kijk eens hier. 300 meter te gaan. In dit industriegebied.
Kijk eens mensen. Voilà. Even kijken waar we de camera beeld krijgen. Onze deuren openen. Eens kijken of er mensen in en uitstappen. Nee, dat denk ik niet. Daarachter wel, denk ik. We zitten een beetje weer te knoeien met onze camera. En dan gaan we dus maar vogelvlug pakken. En zo weer verder op deze natte avond. 19:47. En hier zien we wel iemand over het viaductje lopen. Is toch echt leuk gemaakt. Echt waar. Complimenten voor Dovetail Games. Want hier zijn veel mensen verslaafd aan. Ik zeker na week of 6. Gewoon verslaafd aan dit spel. Niet te geloven, niet te geloven. Wie had dat ooit kunnen denken? Op mijn leeftijd nog spelen met treintjes. Maar zo leuk om te doen in deze coronatijden, mensen. Echt waar. Heel ontspannend. Mooi stationnetje. Objective completed. En dan mogen we toch nog verder naar Pletterberg. 8,4 kilometer. Nou, ik heb er zin in. Jij ook nog? Blijf bij ons. We gaan weer vertrekken. Heerlijk dat vertrekken, dat krassen op die rails, dat aanzetten van die trein. Fantastisch, fantastisch geluid. Kijk eens hier mensen, dat zal ook nog te lennen zijn dan. Richting Plettenberg. En zo jammer dat ik hier nog niet met die cruise control overweg kan in deze trein, want dat zou fantastisch zijn. Dat wil ik me zo snel mogelijk leren. Heb je tips? Heb je advies? Laat het me alsjeblieft weten in een comment hieronder in de reactie. Misschien kun je je even abonneren op ons kanaal. Dan gaan we nog voor 8 kilometer verder naar Plettenberg. En dat was een zelfde trein als tegenligger. Vijf en een halve kilometer nog. En weer een tunneltje. En we mogen weer snelheid maken. Maar we moeten eerst die trottel op opzetten en dan pas weer helemaal opzetten. Zie je? En dan maakt hij weer snelheid. We hebben nog 3 minuten de tijd ongeveer. 2,5 minuut. Om aan te komen in Pletterberg. Dat zal krap worden. Nog een keer proberen. We volgen nog altijd de rivier. ...3,8 kilometer nog. Eens kijken of we ook een andere horensignaal kunnen kiezen ergens.
Sorry, weten waar die zit eigenlijk? Nee. Ik zou het niet weten, 1, 2, 3. Het zal wel ergens zitten, maar... Ik zou niet 1, 2, 3 weten waar. Ja, compressor. Ja, dat vind ik zo snel niet. Ook niet zo belangrijk. We gaan nu nog even genieten hier. Van het mooie regenachtige Duitsland. Bij ons in België ook zo'n weer op een moment. Hier begin mei 2021. Regen, storm gehad vannacht. Dus hier is het niet veel beter. We zullen het er maar mee moeten doen. Daar staat ook een DB. Nog 1,5 kilometer. We naderen ons station. Veel te vroeg gestopt. Even doortrekken. Lukt ook nog. Ja, deze trein hebben we toch goed onder controle hoor. Kijk eens zo mooi. Voilà. Plettenberg. Inmiddels is het een beetje regensneeuw aan het worden. Realistisch, hè? Dat is echt. En eigenlijk moesten we eens uitstappen om wat accessoires te zoeken. Dat vind je op de stations, maar... Dat kost tijd natuurlijk. Wij kunnen dat eens doen. Bitte achten Sie darauf, Ihre persönlichen Gegenstände nicht zurückzulassen. Let erop dat je je eigendommen niet vergeet in de trein. Dat werd er omgeroepen in het Duits. We zullen dat nog wel een keertje doen, uitstappen en hier over het station lopen ergens in Duitsland. Waar het een beetje overdekt is, anders word ik ook nog nat. Hahaha! Mensen, op naar de volgende halte. Come on, let's get rolling! En we gaan naar onze eindbestemming. Naar Finnentrop. 9,3 kilometer, inderdaad. Onze laatste halte. En daar komen we binnen een minuut of 8. Met nog een 10 kilometer te gaan aan. Blijf maar lekker zitten. Geniet nog maar heel eventjes. Een minuutje of 5.
in deze video. Wat zou je anders doen in deze coronatijden? Staat de goederentrein klaar om geladen te worden? De rivier. Ah, leuk hè? Geniet maar mensen. In Train World 2. Route Rijn-Roer. Roer-Rijn heet het. Met de DB762.2 als ik het goed onthouden heb. We gaan de trein eens wat korter bij bekijken. Ah, dat geluid hè mannen. Hier mogen ook fietsen meegenomen worden. Daar is de ruimte om de fietsen te plaatsen. Daarboven zit hier iemand en daar nog iemand. Ja, voilà. Klein tunneltje weer. Niet schrikken. We zijn er zo uit. Voilà. Nog een dikke 7 kilometer. Vijf minuten rijden, zouden we aan moeten komen. Nou, deze route ga ik ook nog eens een keer rijden. Met goed weer. Ik vind het wel leuk, langs die rivier. En misschien door de dag, of in de ochtend, heel vroeg, als de zon opkomt, ook heel leuk. En een collega. Zes kilometer. De 4,3 kilometer nog tot ons eindstation Finnentrop. Hoe zouden ze dat in Duitsland zeggen? Geen idee. Finnentrop. Onze snelheid is stabiel. Lichten zijn nog groen. 3,9 nog. We zijn af en tellen mensen. Oei, hier gebeurt weer iets. Wat niet zou mogen. Maar we genieten ondertussen maar van het landschap. Komt goed.
Finnentrop en in de buurt ligt Schloss Lenhausen. Staat hier op Google Maps. Ja, het is nog steeds de Lenne die we volgen. Heel eventjes hier aan kijken op Google Maps. En het opzoeken, want dat is wel leuk. Je verdiepen in de spoorroute. En weten waar je aan het rijden bent. Dus hier moet ook nog in de buurt een mooi slos liggen. Dat zou iets zijn als we dat konden zien. ...1,4 kilometer nog. Collega en een rood licht op komst. We gaan eens even kijken wat er aan de hand is. 1 kilometer verder is er een rood licht. Ah, dat is voorbij, vindt het trobbel. Ah, dat is goed, hè. Maar we hebben tijd. We zijn toch een beetje over tijd, zie ik. Maar... dan gaan we wel weer verder. Het station waar we moeten stoppen is 950 meter en het rood licht is een meter. Dus wel even opletten, want vlak achter het station, vlak achter het perron beter gezegd, is er een rood licht. De kerk. En dan rijden we op ons gemakje met een vertraging van 2 minuten. Rijden we binnen. Ik ga zeker zorgen dat we niet over het rode licht rijden. Kijk eens hoe leuk, mensen. Nou, ik vind hem fantastisch gelukt. Wat vind jij ervan? Krijg ik een duimpje van jou hier op YouTube? Voor deze leuke trip, voor deze leuke route. We gaan onze deuren openmaken, mensen. We zijn naar het eindstation gekomen hier. Zo dadelijk zal het gedaan zijn met deze route. Ik hoop dat je het leuk vond. En als de passagiers in en uit gestapt zijn, dan kunnen wij misschien eens eventjes nog hier uitgaan. Dat zouden we even kunnen doen. En dus buiten even gaan wandelen. Neem je nog eventjes mee. Loop maar even mee naar buiten toe. Dat is altijd leuk. Even kijken. Die kant op, denk ik.
En dan gaan we hier eens rondlopen bij de mensen. En eens kijken of we hier ergens een accessoire vinden. Dat is gewoon een aankondiging, dat is niks. Misschien vinden we wel iets. Hier is een... Kijk eens. En dat is het einde van deze video. En ik dank jullie voor hier te zijn. Tot ziens en tot de volgende video. Hoi hoi.